Filmposters zijn een fascinerend medium omdat ze een heel compacte manier zijn om iets te communiceren. Ik ben Yves Peters, ik ben grafisch ontwerper. Mijn aandacht gaat voornamelijk uit naar filmposters. De poster van Under the Skin is wel een speciaal geval omdat het niet de officiële poster is. Die werd naar mij toegestuurd door Akiko Sterenberger. Akiko Sterenberger is een fantastische ontwerpster. Ze schildert voornamelijk. En ze kan eender welke stijl aan. Under the Skin is een film van Jonathan Glazer. Nu, hoewel het om een science fiction film gaat, had hij toch gevraagd van geen sterren, geen planeten, maar meer naar de essentie van de film te kijken. Under the Skin gaat vooral over vloeibaarheid. En Akiko is dus begonnen met manieren te zoeken om die vloeibaarheid uit te beelden. En ze heeft daar voornamelijk inspiratie gezocht bij de speciale olie-dia's die destijds getoond werden op psychedelische feesten in de jaren 70, maar ook de kleurschakeringen en de vormen die je kan terugvinden in olievlekken. Ze is begonnen met collages in verschillende kleuren, bepaalde delen samenbrengen en die dan laten samensmelten met het portret van Scarlett Johansson, de hoofdrolspeelster. Maar uiteindelijk werd gekozen om een veel eenvoudiger beeld te maken, waarbij het gezicht bijna letterlijk overvloeit in een vloeibaar motief rondom haar. Omdat het beeld zodanig een belangrijke rol speelt, is de typografie doelbewust heel understated gehouden. Dus die staat onderaan in heel eenvoudige letter, heel eenvoudig schreefloos, dat is News Gothic. Dus deze poster, jammer genoeg nooit gebruikt, is een prachtig staaltje van de kracht van een geschilderde poster en de wonderlijke verbeelding van een artieste als Akiko Sterenberger.